Niemand had kunnen bedenken dat wij vervolgens 2 jaar achtereen het programma moesten cancelen. Vanwege de COVID-19-epidemie. Vele onzekerheden stapelden zich ook na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zich op. En toch is het ons ook dit jaar weer gelukt om een programma weer voor elkaar te krijgen en een werkgroep bij elkaar te sprokkelen. Dames en heren, hele goede morgen allemaal. En ja, super fijn om elkaar weer hier in het huis van Katoen en nu weer te kunnen ontmoeten. De 11e editie van de zomerschool. En wat hebben we daarna uitgezien? Want twee jaar lang geen zomerschool. Ja, dat is toch echt wel een aderlating. En ik stel voor dat we van 5 naar 0 dat we met elkaar aftellen. En dan prikken we hem lekker. 5, 4, 3, 2, 1. Heel veel plezier allemaal de komende 2 weken. Ik heb de vakantie al achter de rug. En ja, dit is een hele mooie tijd om, als de reguliere vergaderafspraken er niet zijn, om dan juist bij activiteiten als dit even je betrokkenheid te tonen en even je gezicht te laten zien. In de zomerschool, waar we hier vandaag staan, de start van de zomerschool in het Huis van Katoen. Ja, dat is een hele mooie start van 2 weken lang allerlei activiteiten die, en dat vind ik als wethouder voor zorg en welzijn heel belangrijk, met name die sociale cohesie probeert aan te wakkeren. Het is toch een tijd van vakanties natuurlijk, waarbij als je als senior toch je kinderen bijvoorbeeld moet missen omdat die op vakantie zijn. Of dat vrienden kennissen ook weg zijn en je zelf niet op vakantie gaat. Nou, hoe leuk is het dan, hè, dat er hier in Almelo 2 weken lang tal van activiteiten zijn waar senioren zich voor kunnen inschrijven en dan kunnen meedoen. Hè, om dan toch op een moment dat je eigen kringetje wat kleiner is, toch vooral ook van elkaar en de lol en gezelligheid van elkaar te kunnen genieten. Ja.